jongens, als er wat mee gebeurt, dat ze hem in de fik steken of ze rijden hem kort voor je, dan ben je echt, dan ben je nergens meer, dan ben je verdrietig. Brommobielen. Het klinkt misschien een beetje suf, maar volgens deze brommobielfanaten is er helemaal niks sufs aan. Vandaag konden de echte liefhebbers zich in Laren aan elkaars wagen vergapen. Dit is wel waar het om gaat, hè, bij de brommobielen, of niet? Ja, gaat het om, ja, natuurlijk. De motor, dat is die twee cilindertjes, dat is echt. Daar word je blij van. Wat is er nou zo mooi aan? Nou, dat is net als bij een Harley Davidson. Die mensen worden er ook blij van. En wij worden hier ook blij van. En zoals met zoveel zaken in het leven, komen ze in allerlei verschillende soorten, kleuren en maten. Ze heet Melody. En Melody is mijn grote trots. Ik heb een truckmodel. En waarom heeft u daarvoor gekozen? Ja, omdat ik vrij veel bagage af en toe heb. En ik heb ook een rollator en die kan er gewoon rechtop in. En dan heb ik genoeg ruimte. De organisator van het evenement, Brommobiel Club 45, heeft ondertussen al bijna 200 leden. En probeert meer mensen warm te laten lopen voor de Brommobiel. Toch ziet nog niet iedereen het plezier van 45 rijden in. En wat je vaak krijgt is een middelvinger omhoog. Of als je je raam opent, word je uitgescholden. Of sta je bij de stoplicht en dan je hoort hier niet te rijden. Je moet op de fietspad, terwijl we absoluut niet eens op de fietspad mogen. Of die proberen te toeteren als je naast je zit. Maar daar heb ik kak aan. Lekker rustig aan dus. Gewoon 45.